Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben hier vandaag met Lisa. En wat gaan we vandaag doen, Lisa? Eten. We hebben namelijk net lekker eten gehaald bij de Verhagen. En we gaan een mukbang opnemen, really. Is het mukbang? Dus het is een Verhagen mukbang. En ijskoffie. Ja, ijsthee. Hey, het verschil moet zijn ijskoffie en ijsthee. Oké, maar dat is beter. Ja. Het staat trouwens wel in de verkeerde beker. Eigenlijk ook deze moeten hebben, want ik heb ijskoffie in Starbucks. Oké. Nevermind. Oké, wat hebben we als eerst? We hebben appelmoes. Ik heb appelmoes. Nou, moet ik niet dit doen? Kijk zo. We hebben appelmoes. En lepeltje. Oeh. Zit lekker buiten trouwens, want we dachten dat mag wel. Oké, wat zit hier in? Maak jij deze even open? Dit is volgens mij jouw... Je snacks! Katie, fijn. Nee. Oh my god. Oh, dit is van mij. Dit is zo fijn met zo'n meisje en dan hoor je snacks. Oh, ik pak gewoon letterlijk in één keer de koeien. Oké. Okay. Voordat we beginnen met eten, ik heb raspatat. Ik heb een normale patat. En ik heb ook nog twee snackjes erbij. Een kaassoufflé en een kroket. Ik heb geen snacks, want er zit gluten in en dan ga ik dood. Dus, laten we beginnen met de patat. En laten we lekker gaan eten. Dit wordt echt een kapot lange video. Ik voel het niet af. Oké, het gaat nu al helemaal fout bij mij. Okay. Waarom kan ik niks? Ja, ze heeft namelijk iets aan de pols. Mijn duim, schat. Ik heb mijn vingertop eraf gesneden. Oké. Een leuk nieuwtje. Ik eet gewoon, ik praat met volle mond, boeit me vrij weinig. Fuck it. Wij gaan namelijk naar Years and Years, 25 januari. In het AFAS. Mm-hmm. En welk liedje vind jij nou het leukst? Ik moet lang denken erover. Ik wilde bijna zeggen, ik Years and Years. Ik Desire, denk ik. En... King. Ik laat dat in mijn hoofd zitten. Aha. Maar ik weet het niet. Ik vind niet echt een liedje ook leuk van ja, lieveling. Ik vind het gewoon leuk om sowieso naar alle liedjes te luisteren. Ja, daarom. Weet je wel. Maar wat is nou echt je favoriete muziek? Mijn favoriete muziek over het algemeen? Ja. Selena Gomez. Alleen Selena Gomez? She is my bae, she is my queen. She is the queen of her. Wauw. Ik ga stuk. En Shawn Mendes, want hij is gewoon... Shawn Mendes komt trouwens op mijn verjaardag naar Nederland. Mm-hmm. Ik ga dus wij gaan naar Amsterdam. En hem stalken. Ja. En niemand mag mee. Nee. En we gaan naar zijn concert. En ik ga het natuurlijk wel vloggen. Dus. Yes. En je gaat een sherpom doen. Ik ga een sherpom doen, want ik ben jarig. Trouwens, ik vind mijn blouse echt heel leuk en zomers op beeld komen. Ja, ik val een beetje weg met de bank. Ja. Trouwens, als jullie geluiden horen, dan is het weg. We zitten buiten te eten. Want we dachten van, ja, dit wordt echt zo'n lange video van echt 35 minuten. Dan moet ik kapot veel knippen. Ja. Yep. Oké. Okay. Grappig verhaal. Moet Jamie en ik elkaar hebben leren kennen. Ja, dat gaan we vertellen. Ik zat het laag gaan. Het gaat nu al fout. Zie je, het gaat nu al fout. Ik zat eerst op het... Waar? Even opnieuw. Eerste jaar gaat hij voor ons als redactiemedewerker. Wat echt leuk was, maar goed. En toen stopte ik ermee, want ik ben een opgever. Dus, we zaten samen met de opdracht. En toen moesten we, wat moesten we ook weer doen? We moesten opzoeken ook weer. We moesten, ja, we hadden een soort van krant of zo. Wat hadden we nou? Iets met een kinderstudent, een jongere. Ja, waar je kon wonen als student. Nou, oké, okay, leuk, allemaal goed en aardig. Dus wij de stad in. En vervolgens gebeurt het volgende. Lopen we een gebouw in, wij hebben opgezocht op Google. Want wij, ja, wij vertrouwen Google op ons gevoel. Waarom? Geen idee. En dus wij naar dat gebouwtje waar het was. En, maar ik vond het wel raar, want er hingen allemaal posters van oude mensen, zeg maar. Ja, niet dat geen ik jongeren. Heb tegen oude mensen, helemaal niet. Wij worden later ook teringhoud. En lelijk en zo. En verrompeld en verrimpeld. Eeuw. Mijn tatoeages gaan uitzakken. Ik ga stuk, meel. Dat is waar ik aan denk. En oké. Dus dat. En wij vonden het al raar. Omdat we geen jongeren op posters zagen of zo. Waren we fucking in het fucking bejaardentehuis. We stonden echt voor lul. En die mensen daar achter de ding zaten. Was echt aan te kijken van... We zijn voor oudere mensen hier. Wij zeiden, oh ja, dat wisten we. Daarom, dus daarom zijn we hierheen gegaan. Waar zijn we toen daarna heen gegaan? Ja, überhaupt, zijn we überhaupt wel ergens heen gegaan? Ja, we hebben ook nog gegeten. Alweer. Wij eten nogal veel.
Bij die Turk. Oh ja. Met die kapsalon waar we. Maar we hebben toch niks gevonden van voor studentenwoningen? Nee. Maar uiteindelijk hebben we wel een goed cijfer ervoor gekregen, dus oké. Oh hoor. Weet ik wel, 7 of zo. Ik heb nog maar cijfer gezien. Maar patat is zout. Of zacht. Kijk, dit is raspatat thuis. Voor de mensen die raspatat niet kennen. Oké, wacht. Het is geel, goud, bruin. Normaal. Raspatat. Normaal. Obesitas. Anorexia procent. Just like me! Oh. Wat moet ik zeggen? Dat knip je eruit. Oké. En eerlijk, wat dacht je? Dat ik jou zag? Ja. Yikes. Nee, grapje. Ja. Echt dan, eeuw, met jou. Nee, kijk, je liep toen met je, volgens mij liep je met je, welke tas had je nou? Louis Vuitton. Ja. Ik keek naar die tas en ik dacht, oh, I'm going to steal that bitch. Maar nee, toen ik je zag, dacht ik echt van, ja, voor mij is wel aardig en grappig. Besef dat wij gewoon, we moesten maandag naar school, dinsdag hadden we gewoon school met alleen mijn eigen klas en dan hun klas. Ja. En dan met woensdag hebben we dan altijd zeg maar thema. Dat is vet leuk. Mm-hmm. Thema is echt wel het favoriet, het onderdeel van het jaar zeg maar. Mm-hmm. Of echt, dan kijk ik altijd naar uit, dan mag je lekker samenwerken en zo. Ja. En wij zaten gewoon letterlijk in een groepje met Olivia. Met wie zaten wij nog meer? Zoe. Die vriendin van wie? Zoe. Wie is dat? Zoya en Kaya. Oh ja, was wel gezellig. Wie is Zoya nou weer? Ik ken geen Zoya. Ik heb niet. Ja, wel soja bonen, soja saus. Ja, maar geen soja. Ik heb wel een soja. Oeh, mijn helemaal rood verbranden. Oh ja, Sonja. Ik verstond soja. Nee, Sonja. Nee, Zoa. Wie is Zoa? Heel veel mensen zijn trouwens gestopt met de opleiding. Ja, ze geven allemaal op, net als ik. Lisa was na 2 weken al zat. Letterlijk, niet 2 maanden of zo. Echt op een gegeven moment? Nee, maar ik was ziek. Ik ben ziek. Weet je, dus dat is anders. Ziek aan haar vinger. Nee. Maar kijk, ik ga weer terug. Denk ik, hoop ik, als het kan. Voor deze. En dan gaat ze regelen dat ze bij mij in de klas komt. Ik blijf open zitten. Eeuw. Gooi naar achter. Wat is dit? Wat is dit? Levende minion. Eeuw. Niet? Dag van. Dat is echt nasty. Nasty ass bitch. Oké. Maar ik besef, we hebben echt weinig eten voor mij gekocht. Jij bent straks alleen nog maar aan het eten, dan ben ik al klaar. Ja, maar ik kan ook gewoon mijn kaasvlees deed. Oh nee, ik kan niet. Gluten. Gluten. Ja, ik heb glutenallergie, mensen. Oh. Ik ga stuk. Oh. Ja. Wat? Trouwens, laat ook even weten in de comments wat jouw favoriete sausje trouwens is. Is het appelmoes, net als ik? Of is dat Lisa die mayo eet? Of is het ketchup, curry? Wat voor saus heb je nog meer bij patat? Barbecue. McDonald's saus. Oh my god, McDonald's saus is mijn leven. McDonald's saus? Ik ga even uitleggen waarom. Oké. Als een friet eet daar. Een grote friet heb ik meer dan 4 sausjes nodig. Want ik lepel ze letterlijk leeg met mijn friet. Dat is nasty. Maar ja. Hé, hey, als je het lekker vindt. Wat neem jij trouwens altijd als je bij de McDonald's bent? Een glutenvrije hamburger. Oh ja, je bent glutenvrij. Kijk hoe mislukt mijn kaasvleet eruit ziet. Net als mijn leven ook mislukt. Doe ik James' leven. Kijk, guys. Een spekkie. Dat doen ze toch altijd in video's? Ja. Ik wil ze eten laten zien. Mhm. Oké. Wat is jouw favoriete YouTuber eigenlijk dan? Als we het toch over YouTube hebben. Emma Chamberlain. Ze is mijn beest, ze is mijn queen. Wie is dat? Ken je de Donut Twins? Ja. Ze heeft een video met de Donut Twins. Oh. Maar ik vond haar al leuk voordat ze überhaupt met de Donut Twins omging en naar je leeg ging en zo. Trouwens, iets heel leuks. Lisa hier heeft ook een eigen YouTube kanaal. Met mijn tweelingen. En, ja, want ze is tweeling. En dat was wel de aanleiding, zeg maar, van de video met Calvijn. Calvijn. Op zoek naar de leukste tweeling. We hebben verloren. Ja, wie hebben er gewonnen? Die andere toch? Ja. Omdat mijn zus niet kan rekenen. Wat was de vraag ook alweer? Iets met hoeveel views in totaal alle video's was bij elkaar. Mijn zus zegt zulke stomme dingen dan. Ja, en met paprika eten en zo. Maar eten. Altijd iedereen toch als je hier krijgt die een kaas of vlees. Nee. Niemand. Eigenlijk moet ik dat ook doen, een soort van groente. Ja, iedereen komt met bij mij. Komkommer. Oh, komkommer. Of een aubergine. Mm.
Of de gele paprika. Die is vies. I know. Wie eet er gele paprika? Niemand. Alleen in mijn macaroni. Dingen. Waarom daarin? I don't know. Ik ben echt apart, ik ben echt anders. Ja, daarom zijn we vriend. Ja. Oh, true story. Ook nog een leuk feitje. Lisa is 19. En hij is 21. Ik ben 21. En Lisa gaat binnenkort misschien op zichzelf wonen. Woo! Dus I am there with my vloggings. Yes. Ik ga in Rotterdam wonen in de stad. En het appartement is super mooi. Ja. Alleen maar. Maar ik heb alleen maar kaas of thee om ons in te zitten. Je moet gewoon een tosti kunnen maken. Zo'n kaas. Heb je. Lisa heeft het serieus al op. Lisa heeft het al op. Ja, ik had honger. Weer als patat. Ja. Kom maar hier. Ik heb nog 2 snacks. Snack! Snacks. Oké, wacht even idee. Kijk. Zo. Zo. Eeuw, raspat is echt raar. Het smaakt zuur. Kijk, en moet mayo erbij, want het is zo droog. Welke saus trouwens vind jij niet lekker? Ik vind ketchup dus de smaak te sterk. Ik vind mosterd niet zo oké. Oh, mosterd is zo lekker met een kroket. Oh. Wauw. Ik moet boer laten. Ik doe mosterd in. Ik moet boer laten. Doe maar. Ja. Dat wordt een leuke views. Lisa laat boer in, toch? Oeh. Trouwens, ook een leuk nieuwtje. Ik ben alleen maar van de leuke nieuwtjes deze aflevering. Er komt een aflevering op mijn kanaal met cooking met Jamie en Lisa. Gaat fout. Gaat sowieso fout. Wat gaan we eigenlijk maken? Glutenvrij pannenkoeken. Oh ja. En ik ben nu ook aan... Wat is er? Oh, ik dacht je hondjes er nog voor. Nee. Leuk nieuwtje, Jamie is de leukste hond ever. Echt, oh my god. Ik heb gezegd... Ook een ander leuk nieuwtje is, ben weer bezig met weekvloggen. Een paar weken, ik weet niet wanneer deze video online staat, maar goed. Ben weer begonnen met weekvlog, inmiddels zit ik nu op weekvlog nummer 2. Dus dan kunnen jullie die even terug scrollen en dan kunnen jullie Lisa nog meer zien. En dat willen jullie allemaal wel. En haar YouTube kanaal staat in de beschrijving hieronder. En ook mijn Insta en mijn Snapchat. En je Facebook. Ik heb wel Facebook. Maar daar voeg je niet op toe. Nee, Facebook is een beetje... privé. That's not for people that I don't know. Weet ik wel door had? Toen ik al fijn net die video online had gezet, zat ik in de metro. Mm. En er was een groep 8 of zo. En al die meisjes kwamen om me afgeret. En ik wist niet waarom, want ik wist dat die video online was. Ik was echt bang. Ik zou het echt niet kunnen om zo fucking grote YouTuber te zijn. Nee. Echt niet. Zo. Nee. Er is ook een heel drama met Enzo Knol nu. Wat vind jij daarvan? Hij heeft zoveel gezegd. Eerst was het uit met die vriendin, nu is het weer aan. En dan is het weer... Nu weer uit. Oké, weet je, neem maar gewoon geen relatie meer. Waarschijnlijk heb Dave met een tennisleraar gezoend of zo. Echt? Gewoon op echt op boulevard. Lekker bezig. En, geef van een relatie vind ik echt helemaal niks. Echt niks. Mensen doen, neem nog geen relatie. Ik denk, als jullie deze video zien, is denk ik hopelijk Monica Geuze bevallen. Oh my god. Ik wil echt weten hoe haar baby eruit gaat zien, hè. Mm-hmm. Baby's ook. Ik vind het echt leuk dat ze zwanger zijn. Waarschijnlijk worden echt van die perfecte baby'tjes met van die mooie... Maar heel veel YouTubers vrouwen worden ineens mama. Oh, kijk. Dat vind ik echt leuk. Dit is zo leuk, zie je die? Oké. I'm so distracting. Dit plan beweegt ook deze tijd. Oké, zit er was ik mijn drinkpak. Oh ja, wat is je favoriete drinken? Wat vind je het lekkerst om te bestellen bij de Starbucks? Een vanille latte of een caramel frappuccino. Inderdaad, ja. Weer zo misbruikt. Maar weet je wat ook lekker? Ik vind die lattes als een zeg maar een ijs latte met of een skinny almond milk. Of iets van skinny achtig. Ja. Ik dip alles in de God, nee, even serieus. Eet je daar een appelmoes? Dit vind ik echt heel nasty wat je nu doet. Oké, luister. Mensen, dit is even een ding wat ik echt niet tegen kan. Niet overal kan appelmoes bij. Oké, just don't. Mm-hmm. Maar wel overal kan mayo bij. Ja. Op een sandwich kan het. Oké, niet overal, want ik zou het niet op mijn pizza doen. Nee. Mm-hmm. Wat is heel raar wat jij eet? Want echt is heel raar, behalve dit. Zeg maar wat andere mensen niet snel doen, weet je wel, combinaties van eten? Ik ben daar nooit van, maar ik snap de combinatie jam en kaas niet. Jam en kaas? Ja, iemand had laatst, in Nienke Plas volgens mij, had een broodje met jam gesmeerd en daarbovenop een plak kaas. Maar dan heb je eigenlijk zoet met een beetje zout. Ja.
Wat wel lekker is, is pindakaas en jam. Of witbrood. Peanut butter jelly. Heel veel, vroeger vond ik altijd echt zo van pindakaas met hagelslag echt lekker. Dat is heel lekker. Wat vind ik nu? Ik weet niet, ik vind niet veel dingen lekker. Nutella met aardbeien is lekker. Ja. Oh, en met poeder is ook lekker. Oh ja. Gewoon sowieso met suiker. Trouwens, jij bent ook naar die film Last Simon geweest? Ja. Wat vond jij ervan? Oh my god, ik hou van die film. Ik moest huilen. Ik ook. Ik heb kaart gejankt in die film met mijn zusje. We zaten in zo'n love seat met mijn zusje was ik heen. We zaten in zo'n love seat, hadden een dekentje meegenomen en ik moest huilen. Dus ik ging toen onder het dekentje al opzetten. Ik denk, als mensen me nu zien huilen, gaan ze echt kijken van what the fuck. Ik ben in de film uitgelopen. Ja. Omdat ik naar de wc moest. Ik weet niet of ze dat wel. Waarschijnlijk niet, want je praat met me. Wat is dat? Kroket. Maar het zit vol. Oké, lieve schat, jij hebt nog helemaal dit. En dat. Nee, het is vol. En nog Oreo's. Ja, maar die zijn voor vanavond. Oh ja. Kunnen jullie allemaal zien in de vlog. Die over een paar we dagen. We gaan zo de stad in. Ja. Terrasjes pakken en zo. En foto's maken, want ik heb nieuwe Insta-foto's nodig. Volg me op Insta, Lisa.Bresser. In de stad in de beschrijving. Ja, maar ik zeg het ook gewoon. Plak, 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 plak. Ik hoef echt niet. Wie is je favoriete Amerikaanse YouTuber? Bethany Moda. Wie? Bethany Moda. Oh nee! Colleen is trouwens zwanger. Ik zweer het jou. Oh ja. Waarom heb iedereen nog eens baby's? Wat is dit? Kijk, de ene worden dan wat? De ene is zwanger dan de ander zwanger. Maar wat weet je van allemaal? Wie? Van die ene Eric. Van die Patrick speelt in Haters Back Off, bitch. Staat nu nog op Netflix trouwens. Als je die kijken wil, ga hem zeker kijken. Ik heb geen Netflix meer. Ik ook niet. Vandaag is die rekendingetje van mijn rekening afgegooid. Ja. Maar doe ik ga er 9 euro. Sad life. Ik had ook een tijd geen Spotify. Laat ik even dit. Hoe doen mensen het om zonder, wat is het, premium toch? Mm-hmm. Om geen Spotify premium te hebben. Ik kan het niet aan. Ik zat letterlijk huilen gewoon. Want ik heb zeg maar muziek nodig als ik ergens heen ga. Ja, dan hoor je net. De liedjes worden pas afgespeeld na deze advertentie. 30 minuten luisteren. Dus toen publiek. Heb ik het opnieuw aangevraagd en gewoon betaald. En ja, nu heb ik gewoon Spotify. Dit is mooi. Oké, ja, kijk, ik heb echt een obsessie met honden. Maak het even. Ik blijf gewoon maar eten van die kroket. Ja, maar kroketten zijn lekker. Ik had laatst een glutenvrije kroket en het was echt heel lekker. En ik was echt wat? Absoluut juist. Als je glutenallergie hebt, kan je niet veel eten. En als je dan opeens een glutenvrije kroket ergens vindt, zegt ze van ja. Yes, die moet ik hebben. Ik ga dit niet meer eten. Video is pas 18 minuten, dat is echt super kort eigenlijk. Oh, dat is echt vol. Oké. We hebben alles op. Ja, behalve dat. We hebben nog drinken. Maar ja, dat gaan we niet doen. We hadden wel ijs moeten kopen. Ja. Maar we moesten daarna nog naar de patatboer om alles te halen, zeg maar. Dus de wat? Patatboer, zeg maar. De wie? Je noemt dat een patatboer? Ja, ik weet het niet. Het is zo raar. Oké, uit welke tijd kom jij? 1924. Ik ben bejaard. Hij is oud. Hij draagt heel veel make-up, dus daarom zie je niet dat hij, zeg maar, oud is. Ik voel me zo'n tropical, weet je wel. Doe mij een poppertje en een breezer ananas. Of een ijskoffie. Erbij. Ja. Ik voel me dus echt heel zomers. Ik heb mijn jurkje aan van de Brandy Melville. En oh my god, I'm safe. Alleen met fietsen is heel kut. Ik begin net fietsen. Toen was ik letterlijk met een elastiekje de zijkant vastmaken. Zodat ze niet omhoog ging waaien. Mm-hmm. Klopt. Sad life. Ja, en ik heb echt heel lang niet gefietst. Laatste keer dat ik heb gefietst, heb ik een ongeluk gehad. Ik ga stuk om jou. Oké, weet je horen hoe het ging? Ja. Oké, ik ging naar huis. Ja, joh, we zijn al 20 minuten bijna aan het filmen, joh. Dus je moet dat ding eruit knippen. Oké, praat verder. Ja. Oké, kijk. Het zusje van mijn vriend en ik gingen naar hun huis fietsen. En ik ging fietsen, wat al echt gewoon de eerste fout was die we hebben gemaakt. Ik op een elektrische fiets. Zij fietsen, alles gaat goed tot we bijna bij hun huis zijn. Geen idee, opeens vielen we zo om en toen schoven ze over de grond. Heel onze knie was open en zo, helemaal bonden. En ja, mensen knie doen nog steeds pijn. Er zit nog steeds veel vocht in of zo. Eel. Nou, aangezien ik de meest onhandige persoon in deze fucking wereld ben, wat je wel kan zien. Ik niet. Ik heb nog nooit wat gebroken in mijn leven. Ik wel, echt nooit. Heel veel. Mijn klein. Oké, ik heb een pink gebroken door wat? Een voetbalnet. Ik ga stuk met jou. Dat zeg je altijd, maar je lacht nooit. Ik voel me net zo, weet je wat? Monica Geuze met Lars. Ja. Dan zit Monica helemaal te praten, weet je, dan zit Lars echt zo.
Vroeger zeiden mensen dat ik op Monica Geuze lijk, maar ik zie het niet. Nee. Ik zie het echt niet. Die mensen die dat ooit hebben gezegd, die zijn raar. Maar ik hoor heel vaak op dat ik op Selena lijk. Kijk, dat vind ik niet erg op te horen. Maar ik lijk er niet op, want Selena is queen. En who says I'm not burglar? Oké. Maar ik denk dat wij alles weer op hebben. Ja, behalve koffie, maar dat is niet echt. Trust me, that's a private beauty. Oh my god. Oké, wacht, ik heb een vraag. Wie vindt dat Jamie koffers moet posten op YouTube? Comment down below. Bij de hoeveel duimpjes moet het op online worden gezet? 1500! Haal ik nooit! Zullen we iets doen waar wat je wel haalt? 3. Nee. 5. Nee. Wat was je van deze duimpjes? 89. Dieves. 100. 100 duimpjes omhoog. Dan komt de eerste cover van Lisa en mij online. Oh, ik moet meezingen! Ja, jij zegt het. Oké, ik doe mee, maar dan kies ik het liedje. Ja, oké, prima. Back to you van Selena Gomez. Ik ga stuk. Oké, nee. Als mensen die duimpjes gaan geven, dan moeten we ook onder, zeg maar, de video even, onder deze video even commenten wat jullie willen. Willen zien, zeg maar. Ja. Nou, dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze allereerste mukbang. En moet ik dit soort video's vaker posten? Let me know in de comments. Vergeet die duimpjes niet omhoog te doen. En niet subscriben. En even dat belletje. Ja, voor die notificatie, van dan krijg je een videootje van Jamie heeft een nieuwe video geüpload. En Suf en McBang met Lisa. Nee, grapje. En wil je nou ook geabonneerd worden? Suf? Nee, hij is niet Suf. Okay, waarschijnlijk wel. Ja. Of wil je... Maar fuck dat. Fuck haters. Oké, wil je nou ook abonneren op het YouTube kanaal van Lisa en haar zusje? Dan kan je dat ook in de beschrijving doen. En dan kan je zien hoe klunzig wij zijn met het bakken van biologische... Wat? Glutenvrije pannenkoeken. Geen idee dat ik technologie heb, we zijn vrienden. Dat hoor je te weten, weet je. We gaan het pannenkoeken bakken op dat kanaal. Ik weet niet wanneer dat online komt. Als ik in mijn nieuw huis woon. Maar dat zie je dan wel in de vlogs. Voorbij komen. En dan vergeet me ook zeker niet te volgen op social media. Instagram, Twitter en Facebook. Plak. Snapchat. Alles in de beschrijving van ons twee. En dan zien we jullie in de volgende video weer. Ik dan. Jij ja, mij niet. Misschien. Nou, vergeet ook zeker niet even de vlog te volgen van vandaag. Doei doei! Doei doei!